Dank je wel. Goed, alsjeblieft. We staan in het kantoor van ondernemer Guido Dumarin. Wat denk je, vette shot? Nee. Maar het is niet het typische bureau van een bedrijfsleider. Nee. Maar ik ben ook misschien geen doorsnee bedrijfsleider. Dit is één van zijn bedrijven in het Franse Straatsburg. Waarom hangen die dingen op? Omdat ik daar regelmatig naar kijk en ik dan denk van hoe zit dat nu, wat is nu de laatste stand, dat frist mijn geheugen op. Hier hangen dan wel krantenartikels, er staat geen computer. Dumarin is geen zittende zakenman. Gaan we naar de fabriek. Wie is Guido Dumarin? Ik denk dat dat een gemotiveerde techneut is die de wereld wil mooier achterlaten dan wat hij hem gekregen heeft. En die denkt dat hij het verschil kan maken. En dus wat maken wij? Allerlei assen. En dan worden die volledig geassembleerd in een klein versnellingsbakje. Ja, dat komt er dan een elektromotor op. Vorige week trok Dumarin zich nog terug uit de strijd om het failliete van Hol. Gisteren stapte hij opnieuw in de race, samen met ABC, een Amerikaans bedrijf. Maar waarom wil u Van Hol? Waarom wil u... Omdat Van Hol, dat staat, mensen weten dat niet, maar dat is in feite een juweel. Dat is, ik kan niet zeggen, een Rolls Royce, maar dat is zeker een Bentley op gebied van bussen, op gebied van opleggers. En je ziet dat, je kunt bijvoorbeeld een Astro Megabus hebben, een dubbeldekbus van 88 plaatsen. Die heeft 1,3 miljoen kilometers gereden, die is 10 jaar oud en die wordt nog verkocht aan 40% van nieuwwaarde. Dat is gewoon gigantisch. En dat zegt veel. Er klonk wel wat kritiek vanmorgen bij de vakbonden bij Van Hol. Afhaken, weer meedoen, bot na bot, het lijkt wel een circus, zei de vakbond. Wat zou u hier nu zeggen aan die 2500 werknemers van Hol die gisteren dat nieuws hebben te horen gekregen? Kies voor uzelf. Als je gelukkig bent van Hol, kijk of je er kan blijven. Als je nood hebt aan iets nieuws, doe iets nieuws. Kies voor uzelf wil ook zeggen, reken dus niet op mij. Nee, dat zeg ik niet. Maar er is geen oplossing voor allemaal. Dat gaat over. Er is geen oplossing voor allemaal. Want die vraag hebt u vandaag ook wel al een paar keer gehad. Hoeveel mensen kunt u redden? Hoeveel jobs kunt u redden? Zo'n fabriek moet, maar dan praat ik niet over mij alleen, binnen het idee ABC coach, maar zo'n fabriek, zo'n situatie, ja, die moet minstens 1000 man behouden. Anders is dat gewoon onbetaalbaar. En dan heb je ook geen economy of scale. Maar dat zijn niet per se de 1000 mensen van de 2500 die nu moeten vertrekken. Dat weet ik niet. Ik ken niemand van de mensen persoonlijk. Dumarin zijn leven is als een autostrade. Hij gaat aan 120 per uur. In Frankrijk is dat 130, in Duitsland zijn er geen limieten. Dit is hoe de versnellingsbak van de auto eruit. Zo ziet hij eruit vandaag van de generatie 3. Dat is nog de generatie 3. Generatie 4 is gestart van het jaar en die komt dan hier in productie in een jaar en half. Ja. En elk stukje van dit wordt hier gemaakt. In een artikel met een krant vorig jaar zei u, ik ga nooit meer investeren in België. Dat klopt. Waarom nu wel dan? Omdat het een speciaal is. Ik heb bij de familie verschillende keren aangeklopt. Dat was altijd een beetje een gesloten deur. Omdat ze dan niet zagen zitten dat dat niet familiaal hetzelfde was. Dat was ander bloed. Nu is het natuurlijk een heel andere situatie. Wat zegt de zaak Van Hol over onze Vlaamse industrie? Arm Vlaanderen. Waarom? Dat dat niet mogen gebeuren op deze manier. U schiet vol als u het zegt. Ja, omdat ik kwaad ben. Ik ben er kwaad over. Als je gewoon vergelijkt, een fabriek als Vorst, 3 keer gered, ook 3000 mensen, gestart in 48, Van Hol gestart in 47. Van Hol de parcours, oké, het was allemaal niet perfect. En de laatste 10 jaar waren horrible. En die had de laatste 5 jaar in een perfecte storm gezeten. Die was echt perfecte storm voor te niet te doen slagen. Maar dat er dan toch relatief weinig hulp komt. En dan kijkt u naar de politiek? Ik kijk niet naar de politiek, ik kijk naar iedereen. Iedere stakeholder heeft een deel van zijn verantwoordelijkheid. 2 scenario's. U haalt het straks. Ja. Wat dan? Dan zullen we gelukkig zijn en dan gaan we er hard voor werken. Ja. En dan hoop ik niet teleurgesteld zijn.
En u haalt het niet? Dan wens ik degene die het heeft veel succes. Er moet hard gewerkt worden.